Oké, jongens, meisjes, welkom terug. Wij kijken nu verder naar exponentiële formules. Niet meer de eenvoudige voorbeelden, maar nu de lastige opgaves. Dus als je de easy stuff nog niet kent, dan moet je eerst het voorbeeld bekijken. Eerst het filmpje met de intro. En je moet dus eigenlijk de basiskennis weten over de algemene vorm. G is de groeifactor. G groter dan 1, dan stijgt die. Dus dan heb je groei. En G kleiner dan 1, dus bijvoorbeeld 0,3 of 0,7 of 0,95, heb je eigenlijk een krimp. Zo. En de B is de beginwaarde, dus waar die begint. Dus de basis voor de formule opstellen moet je goed kennen. En we gaan kijken van wat de groeifactor is en hoe je het omzet, maand, jaar enzovoort. Hoe je een formule kan opstellen bij het omzetten van groeifactor. En als je de B niet weet, hoe je dan de formule opstelt. Het is ook handig als je weet hoe je lineaire formules kan opstellen, want dat heeft eigenlijk ook ermee te maken. Het lijkt erop, je vult een punt in. Oké, de eerste vraag. Ik heb hier twee mensen en die hebben allebei een bankrekening, spaarrekening. Eentje krijgt 8,4 rente per jaar en eentje krijgt 0,7 rente per maand. Nou, wie verdient er meer? Want als je hier naar kijkt, wat leerlingen vaak doen, die zeggen ja, zoveel rente per maand, dus dan doe ik het keer 12. Ja, dan kom ik ook op 8,4 rente per jaar. Dus eigenlijk is het hetzelfde. Maar zo werkt rente niet, want je krijgt rente over rente. Dus ik ga gewoon het uitrekenen. Nou, dit is de algemene vorm. Voor Eline is dit de formule, met de t in jaar. En dan krijg ik voor Kirsten de formule ook, met de groeifactor is 1,007. Want ik heb 100% plus 0,7%, dus heb je eigenlijk 100,7%, dus dat is 1,007. En hier is de t in maanden. Dus als ik hier na 1 jaar vul ik t is 1. Nou, dan krijg ik dit. En hier vul ik t is 12. En dan zie je wie er meer verdient. Dus eigenlijk verdient Kirsten meer. En dat komt omdat je rente over rente krijgt. Nou, wat is hier eigenlijk je leerpunten? Wat zijn je leerpunten? De groeifactor is 1,007 per maand. Om die om te zetten naar jaar, doe je tot de macht 12. En om terug te gaan, moet je tot de macht 1 twaalfde. Of de 12e machtswortel. Die kun je ook vinden, moet je 12. En dan in je maatmenu moet je dan x machtswortel. En dan kun je hem invullen. Dus dan kun je tot de macht 1 twaalfde of de 12e machtswortel. Nou, de volgende vraag. Geef de formule voor Kirsten nu per jaar. Dus dan moet ik groeifactor omzetten. Per maand is die zoveel. Dus per jaar moet ik hem tot de macht 12 doen. En dan heb ik mijn antwoord nu. En dan ben je eigenlijk min of meer klaar, want de beginwaarde wist je al. De volgende vraag ga ik die misschien zelf proberen. Ik zou eerst even pauzeren. Goed kijken naar de leerpunten. En ik ga ze nu bespreken. Nou, groeifactor per dag steeds. Oké, ik heb hier een groeifactor van 1,02 per uur. Dus om naar een dag te zetten. Een dag is 24 uur, dus dan moet ik het tot de macht 24. En dan heb je je antwoord. Nou, groeifactor voor 1,52 per week moet terug naar een dag. Dus er zitten 7 dagen in een week. Dus een dag is eigenlijk 1/7 van een week. Dus dan doe je tot de macht 1/7 of de 7e machtswortel van je groeifactor. Nou, dit is belangrijk. Je moet goed lezen bij wiskunde A. Ja, zo, je moet sowieso goed lezen, maar bij wiskunde A nog meer. Nu heb je een groei van 86%. Dus dan is je groeifactor, dan zeg je eerst 100% plus 86, dus dat is 186%. Je groeifactor is dus 1,86. Dat is voor 10 dagen. Dus om terug te gaan naar 1 dag, dus dan doe je de 10e machtswortel of tot de macht 1/10 heb je antwoord. Nou, de volgende, hier heb ik een krimp. 12,4%. Dus eigenlijk heb je 100% min 12,4. Dat zet je om naar een groeifactor. Dus je moet delen door 100. Hier heb je nog een percentage alleen. En dat is voor 1,5 uur. Nou, hoe vaak past 1,5 uur in een dag? Dus moet je eigenlijk 24 gedeeld door 1,5. Dus dat past 16 keer. En nu heb je dus tot de macht 16 heb je antwoord. Oké, ik ga nu een aantal voorbeelden doen voor formule opstellen. Ik bouw het steeds op, dit wordt steeds lastiger. Oké, de eerste vraag. Ik heb hier een zwembad en het chloor dat verdampt.
Dus het wordt steeds minder, het is exponentieel. En de groeifactor, nou moet ik eerst even kijken. Dat is dan 100%. Min 48,8% is 51,2. Dus de groeifactor, krimp eigenlijk hier, is 0,512. Dat is per 3 dagen. En ik wil weten wat het per dag is, want ik moet de formule maken voor de tijd en dagen. Dus dan moet ik de derde machtswortel en dan wordt het 0,8. Wat is belangrijk, het is een krimp, dus dan heb je altijd een groeifactor van minder dan 1. Dat moet je goed onthouden. Nou, wat is mijn beginwaarde? Dat weet je hier, want ze zeggen hier t is 0, 10 juli. En hier zeggen ze wat de waarde is, dus dat is 68 bedoel ik. Dus dan heb je je antwoord, heb je de formule. Nou, de volgende vraag, nu heb ik een groeifactor per maand. Die is 1,004. En ik moet hem omzetten naar jaar, dus dan moet ik hem hier... tot de macht 12 doen, heb ik mijn antwoord. Wat is belangrijk? Ik rond niet af. Ik heb het volledig opgeschreven. Anders moet je ook puntje, puntje, maar het is beter om volledig op te schrijven. Nou, hoe ga je hier verder? Want ik weet dat het gaat om 2010. Dan moet je TS0 nemen, maar dan weet ik de waarde niet. Ik weet dat ik in 2014... had ik 500. Dus, hoe moet je hier verder gaan met de formule? Nou, ga eerst even de gegevens opschrijven. T is 0 in 2010. Dan weet je de waarde van N is niet. 2014, T is 4, is N is 500. Hoe kun je nu de waarde uitrekenen van jouw B? Dat doe je door de punt in te vullen. Dus ik vul dit in als punt. Zeg, je gaat door 4,500. In plaats van T zet ik 4... is gelijk aan 500, is gelijk aan n. Nou, dan is b dus eigenlijk 500 gedeeld door dit zonder af te ronden tot de macht 4. Dan heb je antwoord. B moest je afronden op hele getallen. Oké, dit is de formule en ben ik klaar. Oké, de laatste twee vragen. Die zijn echt heel erg pittig. Met heel veel sambal. Als je deze twee kan, dan kun je eigenlijk de stof gewoon heel goed. Oké, we kijken naar de vraag. Het is een beetje ingewikkeld. Ik heb hier een bepaalde bedrag. In 2004, ik weet het bedrag eigenlijk niet. 2007 weet ik het bedrag wel. 2012 ook. Voordat je gaat beginnen, zet eerst alle gegevens op een rij. Dus ik weet het is exponentieel, dus de algemene vorm. Dit zijn de gegevens. 2004, t is 0. 2007, t is 3. 2012, t is 8. Ik weet wat de waardes van n zijn. Eerst wat je gaat doen, is je gaat de groeifactor berekenen. En de groeifactor hier voor 5 jaar. Wat is de groeifactor? Want tussen hier tussen 3 en 8 is 5. Dus de groeifactor voor 5 jaar. Dan moet ik deze twee delen. Je moet het niet min elkaar doen. Het is niet lineair, het is exponentieel. Dus je moet ze delen. Nou, dan krijg ik 1,246 puntje, puntje, puntje. Moet je niet afronden. De groeifactor per jaar. Dus dan moet ik de vijfde machtswortel nemen. En dan moet ik ook niet afronden. Zet ik gewoon puntje, puntje en reken je straks mee verder. Dus nu weet ik B keer 1,04 puntje, puntje tot de macht T. Hoe bereken je de waarde van B? Nou, hier vul je weer een punt in. Dus ik vul één van deze twee punten. Nou, ik ga voor deze. Dus, hier krijg ik dan 1,04 tot de macht 3 keer B is gelijk aan 195. Dus B is dan... gedeeld door. En dan heb je je antwoord. Nu mag je wel afronden. Je B moest je afronden op hele. En je groeifactor moest je afronden op 3 decimalen. Dus dan heb je je antwoord. En daar schrijf je de formule op. Nou, de volgende vraag. Nou, ook weer heel veel gegevens. Ga ik ook weer eerst gewoon goed ordenen. Het gaat over exponentieel. Dus dan weet ik hier. Dit is de algemene formule. Dit zijn de gegevens. Het daalt, dus is mijn groeifactor minder dan 1. In 3 maanden daalt het. Hoeveel is de groeifactor? Dan moet ik het delen door elkaar. Ik gebruik weer puntje, puntje. Dat is de groeifactor voor 3 maanden. Dat is 0,80 puntje, puntje. Voor 1 maand, nu neem je de derde machtswortel, weer niet tussendoor afronden. Nou,
Hoe bepaal ik de B? Moet ik weer een punt invullen? Dus deze of die, maakt niet uit, mag je zelf weten. En nu krijg je, als je dit verder uitwerkt, B is dan 4380 gedeeld door 0,93 puntje puntje tot de macht 3. Nu moest je het afronden op tientallen. Dus dat zijn hier 6250. En dan heb je de formule. En nu ben je klaar. Oké.